Even in één zin genoemd, waar gaat het vandaag over? Over de vuurtoren Lange Jaap, die staat op omvallen. Annemiek Bos en Ad Verbree hebben afgesproken in de Biep van Zuidhorn. Samen werken zij aan Annemiek's taalvaardigheid. Wat ik lastig aan vind, wanneer zet je een T? En wanneer is het een D? En wanneer is het een DT? Dat zijn echt mijn struikelblokken. Haar niveau moet omhoog omdat ze bezig is met een opleiding. Mijn Nederlands is altijd een heel zwak punt geweest. En om dat dus beter te maken, kwam ik via mijn loopbaanbegeleider van school. Die zei van, er is een taalhuis, ga daar eens informeren. Dat taalhuis koppelde Annemiek aan Ad. Hij meldde zich aan als vrijwilliger. Want ik zag dat ze mensen nodig hadden die, mensen die graag hulp willen hebben bij rekenen en taal. En toen dacht ik, ach, ik heb nog wel een half en toe een ochtendje over. Dus laat ik mij maar aanmelden. Er was al bekend. Er staat dat met een D, is dat wel goed? Als je het uitspreekt, zeg je gewoon bekend. Ja, dan klinkt het op een T. Ja. Maar als je het omdraait, van ik bekende, dan hoor je wel de D. Door samen te oefenen, krijgt Annemiek het Nederlands steeds beter onder de knie. Ja, kleine stapjes. Ik vind het best wel lastig. Ze maakt echt wel stappen. Haar vaardigheid wordt beter, omdat ik gewoon zie dat ze... Ik geef haar soms trucjes die ik weer van mijn kleinkinderen leer. Die zeg maar, op de basisschool zitten en denk, oh, doen ze dat tegenwoordig zo. Dus dat vertaal ik gelijk naar de hulp die ik haar dan kan geven. Ik zou zeggen, tot de volgende keer dan maar. Ja, tot de volgende keer.